Dag kijkers. Woensdag 15 februari om 15.15 uur was er een proces van de politierechter voor lichte en middelzwaar vergrijpen. Waarvoor ik naar Amsterdam moest. De Parnassusweg. Nou, en ook voor jullie weten dat ik zondag 28 maart 2021 op het Museumplein als een van de meer dan 300 ben gearresteerd. Omdat ik, zoals de aanklacht luidt, niet heb voldaan aan een noodbevel. Ofwel artikel 175 en artikel 184. Ik heb niet beantwoord aan een oproep van het stadsbestuur om het veld te verlaten. Oké, dus toen ben ik in dit shirt opgepakt, afgevoerd naar het Bijlmercellencomplex. Daar is het een en ander verwerkt en daar is dan op die woensdag 15 februari een proces over geweest. Zag ik van de zomer al hoe dat ging, daar heb ik al een verslag van uitgebracht, dat ga ik nu nog een keer herhalen. De essentie van de uitspraak is dat ik veroordeeld ben tot het betalen van 250 euro boete. Daarmee heb ik dan ook een strafblad. Ik behoor tot de criminelen dan. En wel omdat ik eigenlijk gewoon gebruik maakte van mijn demonstratierecht. Maar dat zou dan voor de gelegenheid zijn ingetrokken. Want dat was iets belangrijkers. Nou, is er door het stadsbestuur, de driehoek, in ieder geval de burgemeester, of in dit geval loco-burgemeester. Er zijn een aantal redenen zijn aangevoerd. Overigens, niet door Femke Halsema zelf ondertekend, maar dat die gifbeker die schoof ze liever even door aan haar loco-burgemeester. Dat is Simone Kukenheim, een D66'er. Die mocht dat allemaal uitvoeren op die zondag 28 maart 2021. Er is van alles tegen aangekwakt met het idee van we kijken wel wat de rechter dan nog gaat goedkeuren. Een van die dingen die dus niet werd goedgekeurd is dat de publieke gezondheid in het gevaar zou zijn. En dat je dat als reden gaat aandragen is geen reden om een betoging te verbieden. Wat wel een reden was, de dreiging van geweld. En die vonden ze in social media uitingen, waarin bepaalde heftige groepen zoals Defend IJmuiden, Defend Amsterdam en de harde kern Ajax. Dat was de grote vrees, dat die zouden komen en dan zou er geweld kunnen ontstaan. Nou, dat vond de rechter een goede reden om de betoging te verbieden. De andere argumenten die golden niet. En ook de tegenargumenten werden terzijde geschoven, zoals dat de burgemeester moet ondertekenen of dat eigenlijk het hele document, dus het noodbevel of een noodverordening was, dat schijnt al uit te maken. Dus dit was dan een noodbevel, het hoogste. Dat was dan ondertekend op woensdag met de datum van maandag. En nou, dat voor die rechter maakte dat niet uit en zo ook voor andere rechters daarvoor. Want er waren meer dan 300 arrestanten. Een aantal die zullen direct hun boete hebben betaald. Een strafbeschikking. En een aantal die lieten het voorkomen. Die zeggen, wat zullen we nou krijgen?
Ik heb toch demonstratierecht, of niet? Er waren dus ook meerdere rechters. Dat maakt het ook zo bijzonder. En je moet je even voorstellen dat jij als rechter dus, als een van de velen, zo'n groepje van, ik had in de rechtszaal toen ik er zat, waren er 5 opgeroepen, maar een eerder proces wat ik van de zomer meemaakte, als toeschouwer, daar waren er 6. Dus, als je zo misschien potentieel meer dan 300 verdachten wil afwerken, dan heb je een hoop rechters nodig. En dan wordt het natuurlijk voor een volgende rechter steeds moeilijker om tegen de uitspraak van zijn collega's in te gaan. Dus als jij als, potentieel als 50ste rechter nog een uitspraak moet doen in deze zaak, dan kun je heel moeilijk zeggen van, ik heb dat even bekeken, maar hier is toch volgens mij de gemeente buiten haar boekje gegaan. Nou, dan wordt het vanaf dat moment voor jou een hele eenzame bezigheid om je broodje kroket in de kantine van de rechtbank Amsterdam te eten. Dan zit jij alleen. En dan sta je bekend als een soort matenhaaier. Ga ik even vanuit. Dit soort organisatiedynamiek, dan moet je even in oogschouw nemen. Dus de kans dat je bij het 50ste proces wordt vrijgesproken, is daarmee ook niet zo erg groot. Niet bij dezelfde rechtbank. Dus ik wil in ieder geval een hoger beroep om te kijken of daar nog rechters zitten die wel willen beoordelen of de gemeente hier de geweldsdreiging goed heeft ingeschat. En of ze het niet een beetje bij elkaar hebben zitten verzinnen, omdat, zoals ik heb aangevoerd, ze waren eigenlijk al maanden bezig om alle betogingen rond corona en de coronamaatregelen, om die te frustreren. Om die op het laatste moment te verbieden. Of om met een smoes onmogelijk te maken. Daar was inmiddels een heel rijtje van. De politierechter die ik had, die had ook niet zoveel kennis genomen van andere dingen dan wat er in het procesverbaal was opgenomen en de bezwaarschriften. Dus die had dus ook geen kennis genomen van het WOP-verzoek, wat vanuit viruswaarheid was gedaan en de informatie die daaruit vloeide. Nee, daar wist hij niks van. Ja, dan mijn indruk is dat zo'n politierechter normaal gesproken van die klip en klaar gevallen heeft en niet zo gek veel hoeft na te kijken. Een stuk eenvoudigere gevallen als wat we hier hadden, betogers die ineens het recht tot demonstratie opgeschort zien. Dus ik vraag me af of die überhaupt de neiging heeft om zich in dit soort gevallen te verdiepen in de materie, want het is een klein gevalletje. We hebben het over €250 boete. Nou, waar we het over hebben is dus het recht tot demonstratie. En in mijn geval, en in al die andere gevallen, een strafblad. Dus je kunt wel fluiten naar een VOG. He, dat is een verklaring die je nodig hebt als je op bepaalde plaatsen wil werken. Bepaalde overheidsgebouwen of werken met kinderen. Nou, er zijn een heleboel toepassingen waarbij je dus een VOG nodig hebt. En voor sommige beroepen kom je ook niet meer in aanmerking. Dus er speelt hier wel wat. Die rechter die geeft ook nog aan van, ja, of het hoger beroep wordt gehonoreerd.
Dat is nog de vraag. Want dat doen ze pas voor boetes die €400 of hoger zijn. Echter, ik heb de indruk dat voor andere veroordeelden in hetzelfde proces dat daar hoger beroep wel mogelijk was. Dus dat is het voor dit moment. De essentie is dus eigenlijk dat de rechter niet wilde beoordelen, of alleen marginaal beoordeelde, of die dreigings, of dat dreigingsrisico, of dat wel reëel was, of dat wel goed ingeschat was. Ja, dan wordt het een procedurele kwestie. Dat is lekker makkelijk. Ja, maar op die basis wens ik niet veroordeeld te worden. En daarom heb ik dus ook in mijn verweer aangegeven dat het vaker voorkomt. Als het bestuur het niet uitkomt, dan kan gewoon een betoging. Dan treden ze ineens op. Met als meest aansprekende voorbeeld wel een eurotop uit 1997, waarin een grote groep mensen was opgepakt, die na de eurotop weer werd vrijgelaten. Daar zaten overigens, behalve demonstranten, zaten daar ook gewoon toevallige voorbijgangers zaten daarbij. Nou, na afloop heeft een rechter bepaald dat deze aanhoudingen onrechtmatig waren en dat alle gearresteerden recht hadden op, ik meen, 1000 gulden boete. Nou, dat is voor het muitend bestuur, in dit geval was dat dan in 1997 burgemeester Schelte Patijn en Wim Kok als premier. Nou, dat zijn gewoon onkosten voor een leuk feestje. Net zoals je, als je echt gewoon een geweldig feest hebt gehad en we zitten op het eind, zit er in de witte vloerbedekking zit er een compleet uitgesmeerde mosterdvlek, omdat Corrie met een bezopen kop om was gevallen. En dan vervang je het tapijt. En wat kan jou het schelen als je niet eens hoeft te betalen voor het tapijt? Want daar hebben we het hier over. Dus dan wordt op dat soort momenten wordt gewoon het recht tot demonstreren wordt even opgeschort met een of andere bestuurlijke smoes. Daar gaat het over en daar wilde die rechter zich dus niet over uitspreken. Wat heb je er dan nog aan? Dat is de essentie. Dus dit krijgt vervolg.